Smocheltjes, mijn naam is Julian, welkom bij mijn vlog. Het is vandaag zondag de 26e van november. Vandaag gaan we naar Duitsland toe met de trein en dan weet ik door Duitsland heen reizen. Want het kerstmarktenseizoen, de city langs. Het kerstmarktenseizoen is weer begonnen en daar was ik echt aan toe, want al die negativiteit en vooral ook al dat woke gedrag van het afgelopen jaar, het komt me helemaal de strot uit. Het wordt tijd om naar de kerstmarkt te gaan. Kijk, ik heb zelfs een kersttrui aangetrokken voor vandaag. In Enschede komt de Pinkelmaster erbij. Let's go! Ja, daar is die hoor. De Pinkelmaster. Alleen de trein is er nog niet. Dan is het nu tijd om bij de kaartautomaat in de trein een NW-ticket te halen. Het ticket voor vandaag is binnen. Een good old NW-ticket voor tot 5 personen. Want je hebt ze of voor 1 of tot 5 personen op een vaartzijde. We beginnen te rijden. Dus de Pinkelmaster, jij telt vandaag voor tot 4 personen. Trouwens, ik vind dat jij jouw kanaal moet aanpassen in de Pinkelmaster. Nee, gaan we niet doen. Jawel, nee, met deze trein gaan we dat doen. Papa, geef me een pak slaag met je windmolen. Overstappen in Dulmen. Ik ben echt al heel lang niet meer door NAW bezig toe. Het is sowieso wel leuk voor ons. Patrick, heb je zin in de kerstmarkt? Zeker. Ja, wat lijf. Deze nucleaire bunkers van het treinstation heb ik echt niet gemist. Het plan de champagne, nou ja, plan de glühwein in dit geval. We nemen zo meteen de RE2 die omgeleid wordt naar Oberhausen en dan de RE5 naar Keulen. Ben je teleurgesteld dat het geen gong bij de deursluiting was? Ja, godverdomme op. Maar deze treinen zijn wel 1000 keer comfortabeler als die talent van de Enschede. Ja, de gong! We zijn een wat een eikel hoopt, maar of. Patrick, we gaan een naald door je eikel heen jassen. Nee, maar niet. De trein naar Keulen is echt een dikke Rijnroer Express Desiro. Grootste nadeel van zo'n Desiro. Belgische uitzicht. We begrüßen Sie nicht. Erhalt. Nächster Halt. Wattenscheid. Oh, zie je, is nou weer hier nog weer een sein omgemieten dan. Wat was er denn, Scheiß Wichser? We zijn aangekomen in de Keulen, Patrick. Ja. Op naar de kerstmarkt. Lekker. We hebben ons echt het station uit moeten vechten. Het schijnt dat hier in Keulen een best wel imposante kerk staat. Ja, daar is die hoor. Nou, daar hadden we ons dus gigantisch op verheugd. Ik had er zelfs een kerstdrui voor aangetrokken, maar... Hij is dicht. Ja, hij is dicht. We zijn erachter waarom het ding dicht is. Ik heb eventjes research gedaan op mijn Google en het is vandaag Thorntag. Dat houdt in dat in Duitsland alle doden worden geëerd en dat er op die dag dan ook echt helemaal niks aan festiviteiten ook gewoon mag. Dus de kerstmarkt die is open, maar niet vandaag, omdat het een fucking dodenherdenking. Het is fucking Duitse dodenherdenking. Nou, de Mackie is in elk geval wel open. Oh my god. Oh my god, dit maakt een hoop goed hoor. Fuck die Duitse dodenherdenking. Oh nee. Niet alleen de Big Rusty is terug, maar ze hebben ook nog twee varianten. Raslet, ik weet niet wat dat is. En ik wil cranberry. Ja, moet ik hebben. Die tent die pelt wel uit, maar ik heb hem binnen. Oeh, dit zijn de backrooms. Are you vegan yet? Are you vegan yet? What are you waiting for? Are you vegan yet? Are you vegan yet? Open the vegan door. Stay vegan. En het regent ook nog, want we zitten nu in het metrostation. Hè? Lekker, lekker, want het Mac pelt even uit. Maar goed, de Big Rusty is back. Dit keer heb ik de cranberry variant. Dat is nieuw. Wist ik ook niet, want we hebben die doos. Kijk.
Kijk, dit is ook alleen. Oh, dit knijpt het aan elkaar voor de lente. Kijk, cranberry. En de rusty schijf en de hamburger. En de kaas en spek op de pun. Het is, ik ga het proberen, joh. Dit maakt dat die kutkerstmarkt dicht is vanwege die grafdode zondag. Maakt het echt een hele hoop goed. Patrick, wat vond je van de Big Rusty dat hij weer terug is? Fucking lekker. Ja, echt. Vooral die cranberry variant. Gruwelijk lekker. Julian, wist je wel dat de dode zondag vandaag was in Duitsland? Nee, stond ook niet op de website van de kerstmarkt vermeld. Dus wij wisten dit oprecht ook gewoon niet. Als er geen glühwein is, hè, dan is er wel bier. En hoe? Hè, niet normaal dit. You know what's up. Liter Fox 10%. Hoho. Patrick. juist. Hey, ik zie je bij de roltrappen. Ben vaak niet wie, ik zeg je moet niet in mijn roltrappen. Nou, Duitsland is dus helemaal kut. Patrick, wat gaan we doen? We gaan naar Aachen om daar de klassiek motorstel van de NMBS te doen. Ja, we gaan richting België. De trein is trouwens 20 minuten te laat. We zeggen een blikbier, Patrick, maar het is een vat. Een vat bier, 10% dit ook. Proost op een alternatief op de glühwein. Het smaakt wel goed. 14:07. Heute 14:27. Aangekomen in Aken, maar we hebben nu gezeikt met de Belgische ticketautomaat. 10 minutes later. Nou, op naar spoor 9. Kerstmarkt die gaat dus niet door, dus als alternatief doen we nu een van de nieuwe wijzigingen voor de nieuwe dienstregeling die over 2 weken al ingaat. Dat is namelijk het verdwijnen van het oudste Belgische stoptreinmateriaal, het klassiek motorstel, de AM66. En die zitten toevallig op de lijn die naar Duitsland toe gaat van de België, de lijn naar Aken. Twee weken voordat ze uit dienst gaan, dit wordt waarschijnlijk de laatste keer dus dat ik hierin zit. Een NMBS Classic Motorcel, de stoptreintjes van België. Ik heb via de NMBS International app heb ik een kaartje gekocht naar VV Centraal Eerste Klas. Aan deze stoelen. Dit is zacht, jongen. Dit zit fantastisch. Met deze trein gaan we dus naar VV Centraal. We rijden nu echt stijl omhoog, gewoon Aken uit richting België toe. Deze trein ga je nooit meer weer zien, want dit gaat uit dienst over 2 weken. Dit maakt mijn dag. Al die boze woorden, echt helemaal goed. Ik vind het fantastisch. Kom maar aan op VVE Centraal. Ik ga deze treinen echt, dit is de laatste keer dat ik hier is. Ik ga deze dingen echt missen. Dit zijn gewoon heerlijke stoptreintjes dit. Echt gruwelijk jammer dat deze prachtige treinen verdwijnen. We nemen nu de Intercity naar Luik. Oh damn. Oh damn, ze hebben die layout van die schermen helemaal veranderd hier. Jeetje. Oké, dit is bruut. Een beetje afgedwaald wel van het NW. Maar goed, deze trein nemen we naar Maastricht en daar gaan we dan avondeten. Met 10 minuten vertraging aangekomen in Maastricht. Niks! Als je in Maastricht komt, geen Deunen Company, moestie kebab op het stationsplein. Ik heb een broodje Deunen gekocht. Het is een unit, hij is zwaar, het is een gigantisch ding. Het ziet er, met water lopen in de mond, het ziet er godverdomme lekker uit, vooral naar die drank die we hebben gehad. Vers vlees, tzatziki saus, echt goddelijk dit man. Het is echt een gigantisch ding. Zelf friet op, Jezus. Oh, Jezus. Nou, dat gaan we maar eens eventjes fatsoenlijk wegdrinken. We hadden beter over Duitsland terug kunnen gaan, want we gaan 1 keer met NS gelijk het kutste materiaal wat er is mee. En we willen gewoon de trein instappen, maar blijkbaar was er een ingangscontrole. Er stond er één HC met een mondkapje voor zijn spoel. Dat is ook al jaren niet meer. Stond hij de trein te controleren. Dan werd hij nog agressief ook dat wij gewoon de treinen wilden lopen. Want het was niet echt duidelijk dat er een ingangscontrole was. En we gaan zo met Arif over de Maaslijn, want ik heb geen zin in een les. Oh ja, aanrijding. We kwamen sowieso niet verder. Godverdomme, Arifa! Dit meen je godverdomme niet!
Goed, eind overweert aanrijding, dus we moeten sowieso over de Maaslijn. Kom je de aanrennen? Ik heb echt een long uit mijn lijf gerend. Ik klink ook gewoon schor nu. Kleurt dat ding weg. Zo weg in één keer. Nou, volgende trein een half uur later. Die heeft al 10 minuten vertraging. Dus dan missen we de aansluiting in Nijmegen. Dus we hebben nu een fucking uur vertraging. En we zitten 40 minuten op dit grafstation te blauwbekken. Nou, update. Hij is gecanceld. Hij rijdt gewoon helemaal niet. Anderhalf uur vertraging. Nou kijk, er manifesteert zich zowaar een driedelige zetpul van de firma Arriva. We zijn benieuwd. Dit, Patrick, ja, dit is echt de grootste fout ooit. Dit gaan we nooit meer weer doen. Oh. ik hoef ook niks te doen. Ik word gewoon de trein ingetild. Oh, daar zitten we dan. Ja, ik moet staan. Ja, jij zit. Het is zo intens vol hier. We hebben wel. Ja, het is wel goed. We zijn onderweg! We reden! Ja! Donders! Ik heb een adres 8,5%. Ik heb een gulp van de 10%. Over een minuutje. We hebben de Maaslijn overleefd. Nijmegen, eindelijk. En we zien onze aansluitende trein richting Zutphen wegrijden hier. Helaas. Worden we in de Mischozer. Kijk, heerlijk dikke net bier 10%. Dat vierde over daar. We hadden nu ook thuis kunnen zijn. Nou, we dachten dat we de wagen nemen met de overstap van 4 minuten in Zutphen en we staan nu voor Zutphen op de IJsselbrug stil, keurig. Ik Twents integreer, ja, gehaald. Wel te laat weg, dus nu wordt de overstap in Hengelo spannend. Nou, daar gaan we weer. We nemen hier afscheid van Patrick. Dag, Pinkromaster. Hengelo! Ik ben er klaar mee. Wat een brute opening zou moeten worden van het kerstmarktenseizoen. Een dikke voorbereiding op de kerstspecial is. Wat was dit? Een gedrocht van een vlog. Goddomme man, dit is niet best. Ik ben terug in Borne, echt 2,5 uur nadat ik hier gepland weer zou zijn. Mijn ballen zijn eraf gevroren. Ik ben helemaal naar de baan hier. Het is niet best. Vond je dit dan wel hele brute content? Want het levert de content op. Duimpje omhoog. Nou, ik wil eigenlijk niet meer dat van dit soort content maken. Maar goed, wil je meer van dit soort content zien? Abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Ik ga naar huis. Ik ben helemaal kapot. Later. En addict.